Ja, Roderick, gefeliciteerd met de overwinning. Hoe zou jij deze overwinning bestempelen? Ik denk als een gelukkige overwinning in die zin. Ik denk al met al hebben we gewoon hard gestreden. We hebben een beetje geluk gehad. Zeker de eerste 20 minuten was niet best. Maar daarna hebben we denk ik wel gewoon gestreden. Beetje geluk met die penalty. Maar al met al, ja, je scoort hem. Verder doet het hartstikke goed. En, ja, ik denk tweede helft hebben we wel wat grote kansen gehad. Meer als hun. We hebben wat meer gedrukt. We hebben wat meer duels gewonnen. En je scoort er gewoon een goede goal met Asante. Die natuurlijk weer beslissend is. Zeg je bij deze dat wanneer die 2-2 toch gevallen had, dat jij daar vrede mee zou kunnen hebben? Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, goed, in deze fase is niemand tevreden met een punt. Dus elke wedstrijd is een finale en ik denk dat we nog nooit zo dichtbij zijn geweest zoals nu. Om in ieder geval bovenaan mee te doen, misschien voor coronatijd, maar nu is het echt wel het moment om aan te haken. Je kan eigenlijk geen punt meer, een punt is geen overwinning meer. Dus 3 punten is het enige wat telt, ja. Ja, de geschiedenis herhaalt zich, want toen de competitie wegens corona werd stilgelegd, moest je naar Katwijk. Ja, en op dat punt staan we nu ook, hè? Ja, het is op zich best wel... goed, je gaat even 3 jaar terug de tijd in misschien. Maar met een ander team, jonger, we spelen iets anders spel. Maar al met al denk ik wel dat het, de belangen zijn hetzelfde. En de winnaar is gewoon... die staat voorlopig dan boven elkaar, ja. Ja, je noemt even ander spel. Door die snelle voorsprong van Hardenberg, ja, moest je zelf ook meer gaan doen vandaag, hè? Ja, nou ja, dat is ook zo. Normaal gesproken hou je het wel iets langer vol. Maar ja, de eerste 20 minuten waren niet zo best. En scoren gewoon een prima goal. En dan moet je toch wel meer initiatief gaan nemen. En het is niet echt een typische counterploeg, HC. Dus hebben we geluk mee. Dat is niet hun spel. Dus, en wij konden eigenlijk wel gewoon, zeker met de snelheid die we de eerste helft met Asante die we gebruikt hebben. En ook met een Veur die af en toe diep gaat. Dan zie je toch dat je wat kansjes en een handsbal kan forceren. Ja, over die handsbal, die paas kwam van jou. Die was goud waard, Roderick. Ja, af en toe geef ik nog wel eens een bal die aankomt. En ook dit jaar lukt dat weer een aantal keer goed. En ik denk dat ik toch wel voor veel aanvallen nog betrokken ben. En daarvoor sta je ook op het middenveld. Maar nu ook, ja zeker, lekker. Zag je gelijk van dit is gewoon een zuivere penalty? Ja, 100% natuurlijk. Ja, nee, uiteindelijk neemt hij mee met zijn hand. En volgens mij kwam ook nog een dubieus moment de tweede helft bij ons nog dat hij hem kan geven of niet. Maar deze scheids is wel goed te beïnvloeden met praten. En dat deden hun heel veel. En wij hebben eigenlijk er wel van geleerd door niet zo heel veel te praten. En dat vindt hij fijn. Even wat anders. In 5 minuten in de tweede helft kreeg jij de bal ook op je hand zo. Hè? Een demonstratie van hoe het bij Hardenberg ging. Ja, nou ja, inderdaad. Ik denk dat Asante die wou hem op mij passen, maar het was net even te ver. Ja, goed. Ja, je moet wat. Ja. Roderick, jij kan alles zeggen. Waar gaat dit eindigen voor Rijnburgse Boys? Maak ons blij. Ja, nou, je kan inderdaad alles zeggen. Over het algemeen ook wel vaak zit ik goed. Nee, ja, ik... Ik zeg gewoon, we gaan voor het kampioenschap, ja. En dat wordt hem ook. Dat op jouw leeftijd, Ro? Ja, dan, eigenlijk zou je dan stoppen, hè? Maar dan gaan we nog wel door, hoor. Maar we worden wel even 3 dagen feesten.